List comprehensions kunnen ook if statements bevatten. Eerder hadden we alle rectangles aangemaakt, die we in deze tabel zien. Maar we zien hier dat er ook dubbele rectangles voorkomen. Deze rectangle met een height van 1 en een width van 0 is eigenlijk dezelfde rectangle als een rectangle met een height van 0 en een width van 1. Hij is alleen gedraaid. En zo zijn deze twee ook dubbel. En deze twee zijn ook dubbel. Om deze eruit te filteren, kunnen we simpelweg deze isStatement aan de code toevoegen. Dit zorgt dat alleen rectangles in de lijst komen waarvan de height kleiner of gelijk is aan de width. Dus de height 1 is altijd kleiner of gelijk aan de width. 1 is kleiner of gelijk aan de width. Om ditzelfde te doen in de list comprehension, kunnen we simpelweg de if statements achteraan de for loops toevoegen.